Leer. Leer was belangrijk in de geschiedenis van Hilversum, want het had een aantal leerlooierijen. Eén daarvan stond aan de Naarderstraat en bestaat nog steeds. Het is fraai gerestaureerd en biedt nu onderdak aan mensen met een verstandelijke beperking. Een andere looierij lag in het zogenaamde Rode Dorp aan de Gooise Vaart, vlakbij de Hondenbrug. Bijproduct van de looierijen was het afgeschraapte haar van de koeienhuiden. Toen er een manier was uitgevonden om van dat haar garen te spinnen, was dat het begin van de Hilversumse tapijtindustrie. Eerst tapijten van koeienhaar en later van katoen en wol. Tot in de 19e eeuw was leren niet zo vanzelfsprekend als nu. Veel kinderen genoten helemaal geen onderwijs, maar moesten werken in Hilversum in de weverijen. De eerste school van Hilversum stond achter het oude raadhuis naast de grote kerk op de Kerkbrink. Het was een echte dorpsschool waar in het begin twee onderwijzers 190 oude en jonge leerlingen les gaven in twee lokalen. Onze meester zegt zo, lieve knapen zegt hij, hier een dokter zegt hij, hier een schalen zegt hij, maar de leren zegt hij, zoals voor zegt hij, en zijn banken zegt hij, dat zijn voor. Het dorpsschooltje was later in gebruik bij de burgerlijke stand en werd afgebroken na het gereedkomen van het raadhuis van Willem Dudok. Vanuit diverse overtuigingen werden er bijzondere scholen gesticht. De oudste christelijke bewaarschool was die van de dames Korverhoofd en Van Loon. In 1867 betrokken zij een nieuw onderkomen aan het Noordse Bosje, betaald door freule Korverhoofd. Nu is het een dagbestedingsruimte van Philadelphia-zorg. Maar liefst 63 Hilversumse leermonumenten zijn in de loop der jaren gesloopt. Maar gelukkig zijn er ook nog 88 bewaard gebleven, al hebben sommige een andere bestemming gekregen. Zo kun je er bijvoorbeeld in werken, zoals in de als Mulo gebouwde Snellierschool. Het is een van de hoogtepunten uit het omvangrijke oeuvre dat Dudok als gemeentearchitect in Hilversum liet bouwen. De eigenzinnige stijl van Dudok vind je terug in de rode Belgische bakstenen voor de gevels en de horizontale gevellijnen die worden onderbroken door een verticale toren naast het trappenhuis. Dat trappenhuis heeft een halfronde, uit glazen stenen opgetrokken gevel die een grote lichtinval garandeert. De school is nu in gebruik als kantoor. De vroegere Johannes Calvijnschool op de hoek van de Eemnesserweg en de Jan van der Heijdenstraat is nu een verzamelgebouw voor creatieve bedrijven onder de naam Old School Projects. De gymnastiekzaal is omgebouwd tot daglichtstudio voor foto en film. Willem Dudok ontwierp 17 leermonumenten in Hilversum, waarvan er gelukkig 16 bewaard zijn gebleven. Scholen vormden een interessante uitdaging voor Dudok. Zo moest een school passen in de belevingswereld van het jonge kind. Dat zag je vooral bij zijn kleuterscholen. Die opvatting paste hij als eerste toe bij de Catharina van Rennes-school aan de Egelantierstraat. De ramen waren laag geplaatst, waardoor de kinderen makkelijk naar buiten konden kijken. En buiten was een overdekte galerij waar ze konden spelen zonder last te hebben van regen of felle zon. Bij de Nelly Bodeheim-school aan de Minklerstraat voegde Dudok nog een in zijn ogen belangrijk element toe. Het gebruik van felle kleuren. De lage rode raampartij valt extra op tegen de wat rustige kleuren van de naastgelegen Minklerschool. Het meest trots was Dudok op de Nienke van Hichtumschool aan de Jan Blankelaan, waar hij graag binnen- en buitenlandse gasten rondleidde. Het kleurgebruik is hier geoptimaliseerd. De felrode metalen raamkozijnen met daartussen blauwe tegels en de gele stenen van de gevels. En je kunt ook buiten spelen en binnen spelen. En
met het spelletje spelen. En met het kussen spelen. Een paar overbodige Hilversumse scholen heeft een woonbestemming gekregen. De Catharina-school aan de Groest is gebouwd naar een ontwerp van Nicolaas Andriessen, de jongste zoon van gemeentearchitect Pieter Andriessen. In het gebouw wonen nu jongeren, evenals in de Geraniumschool en in de Oranjeschool aan de Lupinestraat. Luxer zijn de appartementen in de voormalige eerste Gooise huishoudschool aan de Vermeerlaan. Het gebouw heeft een stijl die tegen de Amsterdamse school aanleunt. De Rooms-Katholieke vak- en huishoudschool voor meisjes Maria Goretti werd in 1921 gebouwd aan de Larenseweg. Het heet nu Villa Pampelia en bevat 14 appartementen. De achter het gebouw gelegen vroegere gymnastiekzaal bood lange tijd onderdak aan Theater Achterom. Er waren ook scholen waar je voor kortere tijd kon wonen, de kostscholen. Van die vroegere kostscholen zijn er nog maar een paar bewaard gebleven. Zoals de eerste jongenskostschool, die na diverse omzwervingen onderdak vond in een nieuw gebouw aan de Schravenlandseweg 55. Na de kostschoolperiode was het jarenlang zomerverblijf van rijke Amsterdamse families. Ook heeft het eind 19e eeuw enkele jaren dienst gedaan als het Oranje Hotel. Vanaf 1946 is het in gebruik als bibliotheek en leeszaal. Op de Centuurbaan 1 stond het internaat van de middelbare meisjesschool Godelinde. Het lesgebouw lag aan de Mozartlaan en bestaat nog steeds, maar nu als basisschool. In Mediastad Hilversum hebben een tweetal omroepen vroegere schoolgebouwen hergebruikt. De evangelische omroep zit vanaf 1972 in de voormalige aartsbisschoppelijke kweekschool Sint-Luud-Gerus aan de Oude Amersfoortseweg. De initiatiefnemers van TV Noordzee, dat uitzond vanaf een boorplatform in de Noordzee, vreesden dat de regering snel zou ingrijpen en hadden de televisie-radio-omroepstichting TROS opgericht. Binnen een jaar kreeg zij de C-status en trok in het voormalig Christelijk Lyceum aan de Lagenaarderweg. Gelukkig zijn er nog veel Hilversumse leermonumenten in gebruik als school. En dan zijn er ook nog de al dan niet streng in de leermonumenten. En de gewone monumenten. Nou ja, gewoon. Elk monument is een leermonument. Je leert in het heden van het verleden voor de toekomst.